Oké, nu is Tanner. Boys, eerste indruk, wat denken jullie daarvan? Cool, ja, en groot. Cool. Cool en groot. Cool, ja. Ja. Zijn jullie erop gaan halen aan de auto? Ja. Hallo en welkom bij Van Aarschot Vlogt. Mathies en ik, we gaan vandaag skateparken testen. We hebben het deze voormiddag een beetje rustig aangedaan. Dus we gaan ons nog heel even moeten naasten, maat. Ja. We gaan skateparken doen die dat je al gedaan hebt. We gaan nieuwe skateparken doen. En vandaag gaat er nog iemand mee. Ja. En nu gaan we... Stanner halen. Oké, nu is Stanner. Een vraag, ben jij ooit aan het skatepark van Leuven geweest? Nee, maar ik ken het wel. Ah, oké, dan zullen we als eerste naartoe gaan en in Dist. Ben je daar al geweest? Nee, ook niet. Nee, ik ook nog niet, dus dat is wel leuk. Daar gaan we het langste blijven, omdat we dan ook iets lekkers gaan eten. En we gaan ook nog naar Rotselaar en Aarschot. Let's go! Hoppa! Oei. Dank u. Dank u. Dan, uw dek? Ja. Ah ja, dank u. Wil jullie er zin in? Ja, heel veel. Dat was kei snel. Kijk dat. Ja. Ik ga wel in de boom raken. Ik heb een grote boom. Zo wacht. Ja, die boom. Boys, eerste indruk, wat denken jullie er al van? Cool en groot. Cool en groot? Ja. Ja. Waar hebben jullie het meeste zin in om eerst te gaan? Denk op een box of zo. Een box? Ja, ik probeer. Kun je een 50-50 doen? Ja, proberen. Ga ik daar wat doen? Zou wel echt prima. En doorgaan, boys. Hoe vond jij dat het hier? Top, heel tof. Top? Ja, heel tof. Wat was het tofste? Ik vond deze box hier. Ja, ik ook. Ja? En daar waar je zo langs drie kanten erop kan rijden. Ah ja. En die rem... Wel veel volk, hè? Ja, nee, ja. Dat is wel tof. Ja, okay. Het is vooral tof, want je kan hier heel doen als je een minder goede skater bent. En ook veel als je een hele goede skater bent, is dat ook wel tof. Ja, oké, okay, super. Dan gaan we door naar de volgende. Terug in de auto. We zijn net van het skatepark van Leuven teruggekomen. Het was even zoeken voor mijn gsm, maar we hebben hem toch gevonden. Ja. Wat gaan we nu zoeken? Drinken. Ik ben kapot. Wij zijn ondertussen aangekomen bij het drinken. We gaan nu naar de aankoop toe. Let's go! Handen met de boys. Ja. Hebben ze drinken? Wat zien we daar? Drinken! We hebben ondertussen iets gevonden. Het was iced tea, heb ik. En Stan heeft Fanta. We zijn gestopt aan de car wash. Daar hadden ze wel gevulde automaten. Ja. Ja. Let's go naar het volgende skatepark. Wil je durven in op de stand? We gaan twijfelen. Mathies! Ja? Ik weet het niet. Ik pak mijn bescherming aan. Zijn jullie erop gaan halen aan de auto? Ja, dan raak ik het niet.
Oké, top. Wat gaat het doen, Stan? Indroppen. Man, Sunny boy. Three stairs doen. Ja, maar dat gaat wel niet van de eerste keer lukken. Nee, dat geeft niet. Man, die zijn... Wat? Die zijn kei ver. Ja. Ja. Zetten. Man, die zijn ver. Ja, gasten. Ja, het is kei warm. Kei warm. Dorst. Dan moeten we onderweg nog iets zoeken voor te drinken. Ik wil 1000 zwembaden. Wat vonden jullie niet interessant? Ik vond de indrop wel leuk. Ik vond die grind dingen daar. Ik vond de indrop, de drie trappen en ja, goed hier. Wel leuk. Eigenlijk alles hier. Ja. Oké, wij zijn terug van het skatepark van Rotselaar. Het was heel warm en heel leuk. En kom zeker naar Rotselaar. Ja, echt een tof park. Ja. En nu gaan we naar het skatepark van Aarschot. Dat is vlakbij jeugdhuis De Klinker, waar ik zelf als jonge twintiger nog vrijwilliger geweest. Dus dat is een klein beetje nostalgie voor mij. Ik ben hier ook al eens geweest. Alleen nog niet met mijn skateboard, maar ik was hier eens met mijn oma naar een cinema, dat was daar. En dan zijn we daar ook op aan het spelen geweest. Ik ga eens kijken dat de Klinker hier nog open is. Ik vrees ervoor, op zondag gesloten. Try. Oh, veel van dit skatepark, boys. Leuk. Iets ja? Kleiner, maar toch wel toffe elementen. Ja? Ja, oké. Okay, okay. Ja, goed. En, vooral dat daar. Dat was wel een mooie vissen. Tot daar? Dat is ja, slecht. Ik ben altijd al. Veel goede skaters ook. Ja. Ook een bekende TikToker van jullie. Ja. We gaan zien of we zelfs ergens onderweg iets kunnen pakken. Ja. Voilà, de dag zit er bijna op. We gaan naar het laatste park. Blijven waarschijnlijk wel het langst en dan gaan we iets lekkers eten. Namelijk kebab. We hebben ondertussen nog eens dorst gekregen. Je kent ons, hè. Drinken, drinken en nog eens drinken. Ik heb iced tea. En wat heeft Stan nu ook? Iced tea. Woep woep. Chappen, lekker chappen. Zeg Mathies. Ja. Waar loop jij rond? In die stront. Ik loop ook in die stront.
We zijn aangekomen in Diest. Ik hoop dat het daar, dat het daar is, want we zijn hier nog nooit geweest en we zien het nog niet, maar we gaan even verzoeken. Ja, hier zijn we wel de graaf zien. Het is spannend, hè? We zijn aangekomen in skatepark De Warande. Het ziet er de moeite uit. Ja. Zeker. Ik denk niet dat ik nog veel tegen jullie moet praten, want ik denk dat jullie willen gaan skaten. Ja. De gasten gaan nog heel even verder skaten terwijl ik voor het eten ga. En dan gaan we samen op het skatepark opeten. Het was lang geleden dat ik hier geweest was. Ik was dat bijna vergeten. Maar hier ben ik ooit naar de orthodont geweest. Pure nostalgie. En daar. Daar. In de turquoise. Heb ik ooit mijn eerste kebab gegeten. Ja. Stanneke Pels zegt nieuws. Kebabs waren op. Ik heb een slaatje voor u bij. Is dat ook cool? Ik geloof het. Ik zie het dat je het gelooft. Is dit het leukste park? Ja, ik vind dit het leukste park. En waarom is dit het leukste? Er zijn heel veel dingen dat je kan doen. Heel veel verschillende dingen. En ja, gewoon heel tof. Ik vind dat ook heel veel verschillende obstakels. Oh ja! Pepers. Gewoon één keer mijn mond. Thank you.
Onze dag skaten zit erop. Welke vonden jullie de leukste skatepark? Die waar we nu waren. Ja, ik het laatste van Diest. Ja, en wat vonden jullie daar zo leuk aan? Er waren meer flat. Ja, het was veel flat. Er waren ook veel indrops en boksen. En dat vond ik daar wel heel leuk. Ja, ik ook. Oké, dat is keigoed. Als jullie nog tips hebben van skateparken die we zeker moeten doen, laat het weten in de comments onder de video. En vonden jullie het een leuke video? Geef alvast dikke duimen omhoog en abonneer op ons kanaal onder onze video. Doei!